Hey, Kaarsje, ik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van SimCity. En vroeger kon ik altijd dit soort mooie shots doen, maar nu laat mijn muis dat niet toe. Nou, ik heb in de tussentijd ook een andere muis. Misschien is dat de enige reden om een iets duurdere muis te kopen voor dingen zoals dit. Maar ja, ik heb gewoon echt de goedkoopste muis die je kan hebben. Even kijken. Jij bent verlaten, waarom? Niet genoeg Omega. Dat is niet echt de reden die we willen zien. Want dat betekent dat het ons best wel wat geld kost, aangezien ze belasting betaalden en Omega kochten. Nou, het gaat nog steeds prima. We zitten nu op 17.000 van de 25.000. Ik wil het liefst op 25.000 krijgen. Maar weet je, de simpele oplossing hiervoor, ik snap eigenlijk niet waarom ik dit niet eerder heb gedaan, is gewoon de industrie uitbreiden. En daarvoor gaan we eerst het ziekenhuis verplaatsen. Dat stond in een reactie van Sam. Sam? Sam? Nou, in ieder geval, Sam die zei dat we het ziekenhuis beter bij de elite megatons konden plaatsen. En dat is logisch, eigenlijk. Tenminste, dat had ik veel beter kunnen doen. We hebben hier vier elite megatons. Die elite megatons die klagen veel eerder over ziekte. En die zitten hier gewoon in de luchtvervuiling. Dus dat is eigenlijk geen goede zaak. Deze mensen worden gewoon ziek. En eigenlijk zouden dus de Omega-koolfabrieken moeten verplaatsen. En ik denk dat dat ook nog best wel wat oplevert. Want ja, dan heb ik weer ruimte om olie te boren. Misschien wel ruimte voor erts. Eigenlijk moeten we deze twee gewoon echt verplaatsen. Dat zou veel beter zijn. Dan heb je alleen nog maar de vervuiling van de ertsmijn. En ik weet niet eens of dat. Nou, dat zal wel een beetje vervuilen, maar niet al te veel. Ja, en je hebt nog wat vervuiling van de jaarknikkers. Laten we even kijken hoe erg het allemaal is. Nou, het is allemaal best wel weinig vergeleken met de Omegaco-fabriek. Dat is echt het grote probleem. Dus als we deze kunnen verplaatsen, dan heeft dat drie voordelen. Deze mensen zitten niet meer in de luchtvervuiling. Wij kunnen weer olie gaan mijnen, want hier is het al een beetje opgeraakt. En we kunnen. We hebben weer iets meer ruimte voor erts. Maar dat valt allemaal wel mee. Waar we nu zitten met de nieuwe ertsmijn gaat het geloof ik wel. Nou, oh, dat valt heel erg tegen. Hoeveel schachten heb ik? Ik heb er al vier en we produceren nog steeds maar 28 ton per dag. Nou, misschien moet het nog op gang komen, maar ik betwijfel het eigenlijk. Ik denk dat het gewoon echt zo slecht is, deze situatie. En hier 58 is nog wel prima, maar eerst was dit 100. Dus dat is toch nog wel een verschil. Dat is niet echt fijn om te zien. Maar ja, in ieder geval als we die Omega-koolfabrieken verplaatsen, lost dat veel op. Dan zitten deze mensen uit de luchtvervuiling. En dan is er ook veel minder healthcare nodig. Maar voor nu is het geloof ik nog best wel. Nou, het is al verbeterd. Het is al veel beter dan eerst. Eerst zaten we rond de 100 zieken. Nu zit nog maar 64. En meer dan de helft wordt behandeld, zo te zien over het algemeen. Dus dat is ook wel mooi. Maar in ieder geval wil ik hier graag het ziekenhuis hebben. Mensen met hoge inkomens klagen er altijd veel meer over. Ik denk dat we er zelfs wel eentje kunnen vinden. Nou, valt ook wel mee. Maar in ieder geval, Sam, bedankt voor je reactie. Ik kan zo snel geen mensen vinden, maar dit zijn wel altijd het soort mensen die klagen over gezondheid. Eerder dan de andere bevolkingsgroepen. Weet je wat? Ik ga het gewoon even upgraden. Want dan weet ik zeker. Dan heb ik alvast de ruimte geclaimd. Dat is een beetje de enige manier waarop ik dat kan doen. Hier, Millennium Plaza heb ik gesloten. Nou, we hebben nu echt wel het geld om dat te openen. Daar worden mensen ook weer blij van. En ik zit even te kijken waar we hier het ziekenhuis kunnen doen. En daarom heb ik dit ook even geüpgrade. Want misschien dat ik hier gewoon een weggetje pak. En dan moet ik even efficiënt omgaan met de ruimte. En dat ik hier achterlangs ga. Om daarna vervolgens het ziekenhuis te plaatsen. Niet aan de hoofdweg. Hoeft van mij ook niet per se. En dan ga ik dat hier gewoon zo krap mogelijk tussen doen. Want we moeten natuurlijk veel gebouwen kwijt kunnen in deze stad. Dus het is belangrijk dat we een beetje efficiënt omgaan met de ruimte, anders lukt het niet. En we gaan sowieso niet alles uiteindelijk kwijt kunnen. Dat is, als ik het zo zie, tenminste, gaat het echt niet lukken om alles in deze stad kwijt te kunnen wat ik eigenlijk zou willen hebben. Ben je nog geopend? Ja. Willen we overgaan op die. Oh ja, dat ik in de vorige episode al naar gekeken. Hier geven we zo weinig aan uit. En als we deze zouden openen, zou het 1700 zijn, tenminste. Misschien nog wel meer zelfs. Dus eigenlijk willen we dat niet. Hier ziekenhuis. Dit is waar ik hem zou bouwen. En het neemt nog een stuk minder ruimte dan ik had gedacht. Zet wel een beetje in het midden. Nou, zo te zien hebben we hier niks om up te kweken aan die kant. Dus ik kan het ook gewoon hier neerzetten. Dit is dan niet meer nodig. Ik had het blijkbaar in gedachten dat het een stuk groter was. En nu ga ik precies nadoen wat we hier hebben. Vier ambulances. Maar ik geloof dat ik niks heb uitgebreid. Ik geloof dat het standaard komt met vier ambulances. Ja, dat is zo. Dus dit openen we. En
Oh, het is altijd een beetje gedoe, hè? Die patiënten die worden niet overgezet. Die worden, ja, dat is eigenlijk een beetje lastig. Maar ik ga nu gewoon de ambulances, als het kan. Ik geloof niet dat het kan. Of ik de ambulances los kan sluiten. Nee, dat kan niet. Anders kon ik alle ambulances sluiten. Dus dan konden deze geen zieken meer oppikken. Kon deze als enige nog maar zieken oppikken. En dan gingen ze allemaal daarheen. Maar zo werkt het helaas niet. Dus ik moet dit. Ik moet of wachten totdat dit lager is. Totdat er hier een paar mensen heen zijn gegaan. En dan kan ik het op zich wel sluiten. Weet je, dan zijn er weer een paar zieken. Die gaan weer de wijde wereld in. Wat eigenlijk niet de bedoeling is. Of ik kan het nu gewoon sluiten. Maar ik denk dat ik even wacht. Ik moet in ieder geval nog wachten totdat deze werkend is. Ja, dus zo kunnen we dat best wel krap neerzetten. Zo past dat hoop ik allemaal. Heb ik dit nog steeds? Nee, dit heb ik gesloten toch maar weer. Aangezien we nu wel wat meer mensen met hoge inkomens in de stad hebben, is het misschien leuk om even te proberen. Maar ik denk niet dat het echt iets gaat opleveren. Verdienen nu nog maar 1000 per uur. Dat is niet zo'n goede zaak. Maar nu ik het ziekenhuis heb verplaatst, dit is waar we al die tijd naartoe werkten. Heb ik weer iets meer ruimte voor industrie. En het probleem is ook gewoon dat ik die ertsmijn niet echt op een handige plek heb geplaatst. Want daarmee zijn er echt vier gebouwen gesloopt of iets belachelijks. En ik kan hier gewoon, weet je, ik kan hier gewoon gebruik maken van de zon. Dus hier is de lucht toch al vervuild. Het is ook gewoon niet handig om een ziekenhuis in dit gebied te hebben. Ik heb het hier geplaatst met de gedachte dat het dan een beetje in het midden stond. En ik hoop niet dat het een vreselijk erg probleem is. Anders kan ik hier nog wel een kleine kliniek plaatsen. Dat kunnen we best betalen op zich. Maar ja, ik wou het een beetje in het midden hebben, zodat het ook die megaton zou helpen. Nou, dat is nu dus niet meer het geval, maar ik hoop maar gewoon dat het een beetje uitkomt met de wegen. Ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ik hoop dat ze. Kijk, in principe zijn het hoofdwegen. Dus ze zouden heel snel moeten kunnen komen. Maar je hebt natuurlijk wel files en dat soort dingen. Dus ik weet niet. Misschien moeten we een ondergrondse snelweg van hier naar daar maken. Misschien zou dat wel heel handig zijn. Gewoon helemaal ondergronds. Want het probleem met avenues en SimCity is dat je in SimCity een klein plot hebt. En die avenues zijn best wel breed, daarom kan ik er nooit zoveel van bouwen. Ik heb er nu echt al heel veel voor mijn doen. Dus we moeten ze gewoon ondergronds bouwen. Waarom heb ik daar nooit eerder aan gedacht eigenlijk? Was het probleem lage schuld? Ja, heel weinig van de 2300 zijn maar ingeschreven. Ja, kijk, op de basisschool is nog ruimte. Kunnen er nog 200 bij of zo. En hier kunnen er nog 500 bij. Dus daar ligt het probleem duidelijk niet. De hogeschool is gesloten. Waarom is dat nou weer zo? Oh ja, natuurlijk. Dat had ik gedaan zodat er meer mensen naar de universiteit kwamen. Maar ik vind het nu even belangrijker om. Oh nee, we hebben een gevaarlijke brand. Ik kan het gewoon voor de korte tijd openen. Ja, dan kunnen ze misschien nog wel op tijd blussen. Maar dan moet ik wel. Oh nee, dat kan nog niet, want ik heb nog geen gespecialiseerde. Ja, daar gaat hij al. Dus we hadden het toch niet kunnen halen. En we hadden nog geen gespecialiseerde brandweerwagens. Het zou leuk zijn als ik 1000 mensen op de universiteit kon krijgen, maar het is niet echt gelukt na een paar dagen. Dus ik open de hogeschool weer. Als we dit echt willen halen, is het misschien handig om gewoon één dag alles te sluiten, alle scholen. En gaan er wat meer mensen naar de universiteit. En dan kunnen we daar wat mee. Dan kan ik die. Oh, kijk, het brandt nog even na. Dan kunnen we. En het staat er ook echt gewoon bij als ramp. Alsof het echt een ramp was. Nou, dat was het ook wel. Dan kan ik zorgen voor die gespecialiseerde brandweerwagens. En dan hebben we niet meer af en toe die knallen. Want zoals jullie weten kost dat me gewoon 4000 euro per uur als zo'n gebouw weer weg is. Dat is heel erg stom. Ja, nou, weer een paar nieuwe gebouwtjes erbij. En moeten er wel even over nadenken. Oh wacht, jij hebt geen erts. En dat komt omdat de levering uitstaat. Nou, lekker dan. Ik wou echt dat er een manier was om het automatisch te doen, maar ja. Ja, we moeten wel even nadenken over het plaatsen hier. En zal ik doorgaan met industrie plaatsen? Ik weet niet zeker. Ik vind deze tramlijn ook echt heel lelijk eigenlijk. Daar moet ik wat mee doen. Laten we dat gewoon. Ik ga het voor nu gewoon even slopen. Want ik vind het ziet er echt niet uit. Misschien dat we gewoon iets ondergronds gaan doen. En voor nu plaats ik hier gewoon nog even wat extra industrie. Oh, dit stijgt alleen maar, hè. Ja, ik ga het maar gewoon sluiten. Dit zal nu toch wel werken. Ja, hier worden al 16 patiënten behandeld, weet je. Het heeft nu al meer patiënten in behandeling dan deze. Dus nou, dit is nu klaar. Dit gaan we nu sluiten. En ik kan desnoods bij die andere nog een paar. Hoe heet het? Een paar ambulances toevoegen. En hoe komen we opeens aan al dit geld? Blijkbaar hebben we heel veel geëxporteerd. En dit is nou raar. Hoe hebben we.
Kijk, we hebben daadwerkelijk processors geproduceerd. Voor het eerst, geloof ik. Of niet? Nou ja, nee, natuurlijk, we produceren al een hele tijd processors, maar ik bedoel dat ze zijn geëxporteerd een keer. Is dat wel de bedoeling? Ja, hier staan ze op export en hier staan ze op plaatselijk. Oh, dat is echt best wel goed eigenlijk. Voor het eerst hebben we processors geëxporteerd. Het gaat zo langzaam. We hebben hier megatons en de mensen in megatons produceren belachelijk weinig afval. Ook gewoon weinig recyclingafval. Ze recyclen wel allemaal, maar ze kunnen er goed mee omgaan of wat dan ook. Dus ze produceren gewoon weinig gerecyclede goederen. Veel te weinig om echt veel winst te maken met processors. Dus we hebben nu eindelijk met heel veel moeite dit vol gekregen en het is nu weer vol. Of is dit de plaatselijke? Oh, dat is de plaatselijke. Ja, dit gaat naar de Omegaco-fabrieken, die gebruiken ook heel weinig. Dus het is op zich geen probleem dat we weinig produceren. Maar het zou wel mooi zijn om echt heel veel extra te produceren, om dat dan weer te kunnen exporteren. En er ligt nu ook nog gewoon 1000. Ligt nog gewoon 1000 kratten, die ook gewoon weer geëxporteerd kunnen worden. Dus dit is nu wel winstgevend aan het worden, dus dat is leuk. Ja, ik heb het op die manier proberen te verdelen. Er is voor zover ik weet geen betere manier. En we zitten ook op 20.000, dus dat is dankzij die nieuwe industrie. En ik denk dat ik er ook maar gewoon mee verder ga. Ik geloof niet dat de universiteit het erg vindt om in luchtvervuiling te leven. Wel echt veel industrie in deze stad. Dat is gewoon de grootste zone die we hebben. Oké, oorzaak niet gewoon meegaan. En blijkbaar wonen daar daklozen in. Maar ik zie het inkomen alleen maar omhoog gaan. En ja, dit ziet er echt gewoon echt heel goed uit. Maar nu moet ik natuurlijk. Ja, ik kan nu niet de Omegaco-productie stoppen om een gebouw ergens anders neer te zetten. Dat kan echt niet. Dus de enige optie is om gewoon alvast dat gebouw te plaatsen. Maar het gaat nu zo goed met Omega dat we het misschien zelfs gewoon gaan halen, die 25.000. Als al deze mensen overstappen, hoeveel geeft 1? Ah, dat is maar 200. Dat valt eigenlijk best wel tegen. En er zijn natuurlijk werknemers nodig, dus misschien moeten we daar ook wat aan doen. Waar zit. Ja, olie is goed. Erts. Oh, wauw. Oké, we zitten gewoon helemaal vol. Hoe komen we opeens aan zo'n overschot aan erts? Dat is echt bizar. Oké, net was het nog maar 60 ton per dag, nu is het 120. Vraag me niet waarom, maar het gaat opeens hartstikke goed. En dit is ook heel erg omhoog gegaan. Oké, lijkt net alsof er weer erts in de grond bij is gekomen. Kijk eens hoeveel erts ze hebben en kijk eens hoeveel olie ze hebben. Oké, dat is interessant. Nou ja, laten we even kijken waar we in ieder geval geen fabriek moeten bouwen. Hier kan het wel. Ik weet niet of we daar ruimte voor hebben met een recyclingcentrum in de weg, maar als ik deze weg zou slopen. Ik kan gewoon alvast een derde fabriek maken. Laten we dat doen. Oeps. Dat wil ik niet doen. Wat sloop ik hier? Ik sloop hier gewoon een normale weg, toch? Ja. Dat kunnen we ook wel ergens anders hebben. Dat kunnen we daarmee verbinden. Dat is allemaal geen probleem. En ja, ik denk dat dat prima is. We moeten wel even nadenken over wat de vrachtwagens dan gaan doen. En er wordt. Als je de vorige episode hebt gezien, dan weet je wat ik bedoel. Want hier is een oliebron. Die oliebron die gaat rijden met zijn vrachtwagentje en dropt zijn olie op de eerstvolgende fabriek die het nodig heeft eigenlijk. Dat is waar het hier op neerkomt. Dus ik ga naar de Omegaco fabriek. Ik ga naar deze omdat de ingang aan die kant is. Deze ingang is aan die kant. Dat vindt hij te ver. Dus hij brengt het hier langs. Daarom heeft deze vaak een tekort. Maar nu zegt alles prima omdat we blijkbaar heel veel produceren om een of andere reden. Nou die ertsmijn die is hier. Die gaat met zijn vrachtwagentje rijden en die brengt het ook hier. Want dat is het dichtstbij. Dus als ik. Ja, ik weet niet precies wat er gaat gebeuren als ik deze plaats. Dan levert deze erts mij vooral de erts. Want dat is het dichterbij. Maar ik weet niet of de olie dat dan wel bereikt. Want de olie gaat eerst hier langs, dan daar langs. Of, nou als we hier plaatsen is het redelijk dichtbij. Hè. Ik kan hem niet zien of dit korter is dan dit. Misschien is het wel korter. Dus ja, het ligt in ieder geval dicht bij elkaar. Dus ik denk niet dat het veel uit gaat maken. Oké, nog even goed kijken naar de olie. Hier is niks. Wel wat erts, maar daar kom ik eigenlijk niet bij in de buurt. En even kijken of we dit op een bepaalde manier. Nou, ik doe het gewoon zoveel mogelijk naar die kant. En dan kan ik het hopelijk gewoon naar links uitbreiden. Want deze fabriek kost het trouwens echt niks. Dus het kan echt geen kwaad om er nog even eentje extra te plaatsen. Wat ben jij, montageband robots? Nou, we monteren geloof ik meer dan genoeg robots. Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet zo zeker. Dus ik kan hier op zich wel. Eentje toevoegen, moet hier ook processors naartoe. Hoop ik dat we dat een beetje bij kunnen houden.
Kijk, hij produceert maar 96 robots. Dus misschien als we wat meer robots zouden kunnen produceren, dat we dan ook wat meer. Wat zijn dat we wat meer gold members kunnen krijgen? Want met robots kunnen we geloof ik gold members krijgen. Ik weet nog steeds niet precies hoe het allemaal werkt, maar robots zijn in ieder geval goede dingen. Laten we het daarop houden. Kan ik het ergens nog lezen eigenlijk? Oh ja, shoprobots. Ze kunnen shoprobots worden. Dan worden ze Omegaco Omnees. En Omegaco Omnees die Omega goederen ontvangen van shoprobots worden gouden leden en leveren dubbel zoveel geld op. Ja, weet je, dat klinkt heel goed. En ze gaan ook naar beveiligingsverdieping en dat soort dingen. Maar die hebben we nu nog niet. Daar moeten we wel een keertje aan gaan beginnen. Want anders kan ik al die unieke verdiepingen niet kwijt in de megatons. Nou, je ziet dat als we onze fabrieken hier plaatsen. Hier heb ik aardig wat ruimte. Ik kan hier zo drie achter elkaar zetten. Dat is beter dan dit, denk ik. Gaat de luchtvervuiling die kant op met de wind mee. En dan gaat het gewoon over de industrie. En dat is toch echt al een gigantische hoop luchtvervuiling. Dus dat kan niet echt veel erger worden. Nou, we produceren nu iets meer robots. Hopelijk kunnen we het ook bijhouden met de grondstoffen, bijhouden met de processors. Hopelijk kunnen we dat bijhouden met gerecyclede goederen. En hopelijk kunnen we dit bijhouden met olie en erts. Anders, ja, schiet het niet op. Oké, het zijn twee extra montagebanden, niet heel veel. Dus ja, hier heb ik er bijvoorbeeld drie. Dus het is. Hier heb ik er geloof ik twee, toch? Even kijken voor de zekerheid. Oh ja, je hebt een standaard. Oh ja, je hebt een standaard montageband. En dan heb ik er nog twee bij. En een montageband voor robots. Even kijken, hebben we dat hier ook? Ja, dat hebben we hier ook. Dus dat is. En ze hebben net al wat geproduceerd. Dus je hebt daar eigenlijk drie en hier hebben we er vier. Dat is een best klein verschil. Dus dat betekent dat we eigenlijk nog best wel veel. Dat het nog best wel lastig wordt om bij te houden. Maar ja, we gaan het in ieder geval zien. Oké, heb ik alles gedaan wat ik wou doen? Hoe zit het? We zitten op 21.000. Is er nog vraag naar industrie? Nou, weet je, ik ga vraag creëren met waarschijnlijk een nieuwe megaton, aangezien we hier op 8 zitten. Deze park moeten weg, helaas. Ze zijn ook niet echt nodig voor de landwaarde. Oké, Spectatorium en AI Atletiek Centrum. Die gaan we wel opnieuw plaatsen, want die staan op het lijstje. Woonverdieping, we willen hier ook gewoon een woonverdieping. Ik wil heel veel arbeiders. Want veel arbeiders betekent dat we veel industrie van personeel kunnen voorzien. En dat betekent veel Omegaco-opbrengsten. En dat betekent dat we hopelijk een keer die 25.000 kunnen halen. En ik geloof dat als we dit één keer halen, dat het dan goed is. Ik geloof niet dat we erboven moeten blijven. Oké, dus ik ga gewoon woonverdiepingen toevoegen. Is een beetje vraag naar. En dan kan ik dit misschien ook een beetje uitbreiden. En ik kan gewoon verder gaan met industrie uitbreiden. Ook heb ik nu niet echt het goede schemaatje. Oh, dat is weer zo'n gedoe. Misschien moet ik het dan maar. Kan ik het dan maar beter niet doen. Of ik doe gewoon ergens een random tijdelijke weg. Of ik doe het gewoon zo, weet je. Ik geef ze absoluut geen ruimte om te upgraden. Maar dat zou ook niet echt handig zijn. Ik denk dat ik hier gewoon een weg ga toevoegen. Dan hebben ze wat ruimte voor upgrades. En dan kunnen wij weer een heleboel nieuwe zones kwijt. Ja, we willen eigenlijk wel dat ze upgraden, want kijk, zo'n gebouw levert gewoon 2000 op en dat willen we graag. Ik denk dat we dan meer hebben aan een paar grote gebouwen die echt zijn geüpgraded, die echt veel opleveren, dan aan een heleboel kleintjes die allemaal 200 leveren. Maar dit is misschien soort van de doorbraak met Omegaco, want ik ben nooit voorbij dit punt gekomen, dus het zou wel fijn zijn om daar dan voorbij te gaan. En als we dat eenmaal hebben, hoef ik dat geloof ik niet meer opnieuw te halen, dus dan kan ik ook wat van die industrie weghalen, want eigenlijk wil ik hier allemaal megatons hebben en niet zoveel industrie en wat meer kantoren, dat het allemaal wat schoner is. Maar voor nu is dit gewoon de manier om Omegaco binnen te krijgen. Hoe zit het met jullie? Zijn nu al goldleden? Nee, ik geloof dat het echt niet op gang komt of zo. En ik moet nog even het Spectatorium en de AR Atletiek Centrum gaan bouwen. Want die heb ik al afgekruist van het lijstje. Spectatorium. Ja, ik heb de laatste tijd niet heel veel gedaan met het lijstje. Omdat ik heel graag. Dus ja, ik wil gewoon heel graag dat Omegaco net even over het randje krijgen. Dus daar ga ik nu nog heel veel mee verder. En dan kijken we misschien aan het eind van deze episode nog wel naar het lijstje. Oh, kijk, dit is echt wat gigantische uitbreiding. Vier of misschien wel vijf megatons. Oh nee, alle megatons. Zes megatons tegelijkertijd aan het bouwen. Ik heb nog nooit zoveel in één keer gebouwd. En dit is best wel een risico. En waarschijnlijk niet echt de beste manier om het te doen. Maar ik wou het een keertje proberen. Want
Dit zorgt voor zo'n grote verandering in de hoeveelheid van in de hoeveelheid commercie die er is, in de hoeveelheid woonwijken of in de hoeveelheid woonruimte die er is. Zo'n groot verschil dat het echt dit hele ding waarschijnlijk omgooit. Dus ik ben heel erg benieuwd wat eruit komt. Ik heb echt geen idee. Populatie gaat als het goed is heel erg omhoog. Oh, kijk, gevaarlijke branden. Stop nou eens met die gevaarlijke branden, dat kost me zoveel geld. Oh, we waren net op 22.000. Wat is er gebeurd? Verlaten gebouwen? Nee, dat is niet het probleem. Wat is dan wel het probleem? Ik weet niet wat het probleem is. Misschien betalen ze niet meer omdat ze brand hebben of wat dan ook. Gaan jullie al naar Omegaco? Nee, nog niet. Dat heeft misschien nog even tijd nodig. Als deze allemaal overstappen, dan komen we ook ongeveer uit op 2000. Dus dat zou wel mooi zijn. Maar we waren net verder, dat is wel jammer. Ik zorg nu wel voor heel veel nieuwe arbeiders. Dus als het goed is, zouden ze allemaal gewoon. Nou, sommige zijn oranje. Eigenlijk is de helft oranje. Is er iemand die nog werknemers zoekt? Ja, jij zoekt nog werknemers. Dus misschien moet ik dan maar doorgaan met de uitbreiding. En ik heb trouwens besloten om op elke achtste verdieping een luchtbrugstation te bouwen. Dat wordt gewoon een vaste regel. Dat ga ik er gewoon in houden. Dat was iets wat ik makkelijk kon aanpassen. Aangezien ik moeilijk deze verdieping kan vervangen natuurlijk. Dus elke achtste verdieping wordt een luchtbrugstation, zodat ik alles met elkaar kan verbinden. Dus wel een beetje verspringen van een verdieping op een bepaalde manier. Want als ze allemaal een luchtbrugstation hebben, hebben we wel acht verdiepingen, oftewel een hele megatoren verspeeld eigenlijk. Wat stom. Ontplof nou maar gewoon, dan kan er weer een nieuw iemand bouwen, want het gaat toch niet geblust worden. Ja, het is een beetje verspilling, maar ik denk dat het meer oplevert dan dat het kost. Aangezien we dan bijvoorbeeld een winkelverdieping die moeite heeft, die kan dan wat winkelaars krijgen van deze megatoren. En je ziet dat onze bevolking nu gewoon echt met 15.000 in één keer omhoog is gegaan. En er zaten ook nog wel wat winkelverdiepingen tussen, dus dat is best wel goed om te zien. Oké, ik heb ondertussen nog een paar verdiepingen toegevoegd. Hier is een luchtbusstation. Oh wacht, dat had ik net ook al verteld. Maar hier hebben we ook een luchtbusstation. Dus ik kan hier voor de grap gaan verbinden. Ik weet niet of ze veel aan elkaar gaan hebben. Maar dit is nu de enige verbinding die we kunnen maken. Dus ik ga het maar gewoon doen. Ja, de gezondheid in de stad is echt weer achteruit gegaan. Oké, okay, ze hebben geen baan. Ja, op de een of andere manier. Nou, het is waarschijnlijk gewoon omdat de bevolking echt bijna anderhalf keer zo groot is geworden in echt gewoon een paar maanden. Dus ja, dat zorgt ook gewoon voor veel meer zieken. Maar we zitten nu op 162. Dat is echt iets te veel. Ja, waarschijnlijk komt het ook gewoon door die extra luchtvervuiling. Ook al was het hier echt al helemaal vervuild. En het komt natuurlijk ook gewoon door al die nieuwe industrie die luchtvervuiling produceert. Het is echt een chaos eigenlijk. En we hebben natuurlijk zo'n scrubverdieping, toch? Even kijken hoor. Nee, blijkbaar niet. Afvalverdieping. Even kijken hoor. Dat zorgt er niet voor. Maar hadden we geen. We hebben toch een luchtscrubberverdieping? We hebben een grondscrubber die we gewoon kunnen plaatsen. Maar we hebben ook ergens een luchtscrubberverdieping. Nee, blijkbaar niet. Hè, ben ik nou gek? Ik weet bijna zeker dat we een luchtscrubberverdieping hadden. Maar blijkbaar toch niet. Nou, in ieder geval overal. Zieken. Ik heb hier ook maar gewoon even een extra kliniek geplaatst, maar dat zit er al. Dat zat er ook wel aan te komen dat het weer de capaciteit zou bereiken. Extra kliniekje voor dit gebied. En die mag ook nog wel een ambulance erbij van mij. Hier heb ik nieuwe ambulances toegevoegd. We zitten nu op 6 ambulances. Het zit gewoon bijna vol. En ik wil nu hier echt niet op bezuinigen. Ik ga ook gewoon voor de robots. Want dat zou nog wel eens. Weet je, die kunnen over het verkeer heen. Dus dat is. Ja, op zich gewoon handig. En die hebben ook meteen al 5 robots. Gezondheidscentrum. Ja. Ik denk niet echt dat er veel valt te voorkomen als er zo belachelijk veel luchtvervuiling is. Spoedeisende hulp. Ja, waarom niet? Kan ik het serieus nergens plaatsen? Oké, dan haal ik dat weer lekker weg. Ik wil hier nu even niet op bezuinigen. Kijk, we verdienen genoeg om te overleven. Dat is eigenlijk alles wat ik nu wil. En ik kan het nog steeds niet plaatsen. Het is echt belachelijk, maar kan ik het nu plaatsen? Zou fijn zijn. Waar? Oh, ik kan het hier gewoon plaatsen. Ik ben echt een beetje dom bezig. Behandelkamer, ja, ga je dan maar achter. En gezondheidscentrum.
Kom maar door. Even kijken, kan ik het plaatsen als ik de weg uitbrei? Ja, wat ik wil zeggen is dat ik, zolang ik winst maak, vind ik alles best. Ik wil nu gewoon zo graag dat Omega Code doel halen dat het me op dit moment weinig uitmaakt of ik nou winst maak of niet. En hebben we dit echt nodig? Ik kan het proberen. Dat lijkt me niet echt logisch. Maar ik heb nu gewoon van bijna alles één. Geef ik nu echt belachelijk uit. 5000 per uur. Maar we maken winst. Dus ik vind het nog prima. En we exporteren af en toe nog wat. Dus we maken ook een winst mee. Zolang we winst maken vind ik het echt goed. En als we dan dit... We hebben het echt bijna gehaald. Nog een paar gebouwtjes. Een paar kleine industriële gebouwtjes. Ik hoop echt dat ze nu niemand ontslaan. Als we dit hebben gehaald, haal ik dit hele stuk qua industrie weer weg. Want het zorgt er echt voor dat iedereen ziek wordt. En we zitten hier weer aan de max. Dat kunnen we eigenlijk niet hebben. Dus ja, het is heel even. Het is maar voor heel even. Daarna kan ik weer een beetje een normale stad gaan runnen. Want dit is natuurlijk niet echt normaal. Oh ja, ik heb ook een grote brandweerkazerne. Die is nu geopend. Belachelijk veel geld, 3000 per uur. Deze is ook nog geopend. Ja, dat is eigenlijk voor die klagende mensen met hoge inkomens altijd. Die hebben dat gewoon nodig. We hebben nog steeds een heel klein politiebureautje. En toch 53 misdadigers. Dus dat is eigenlijk niet zo'n goede zaak. Maar, ja, zat ik een groot... Nou, ik wacht er nog even mee. Oh, we zijn zo dichtbij. Nog maar 1000 euro per uur. Het is echt goed te doen op dit moment. En oh nee, hebben jullie geen olie? Dat is geen goede zaak. Ik heb nog wel, zoals jullie misschien net ook al een beetje zagen, ik heb ervoor gezorgd dat de jaaknikkers weer allemaal op goede plekken staan. Dus waar ze echt veel binnen kunnen halen. Ik denk dat het enige is wat ik nu kan doen. En verbeteren jaaknikker. Dan heb ik een afdeling grondstofwinning nodig. Dit zou fijn zijn. Het heeft een 2 keer zo hoge productiesnelheid. Oh, dat hebben we eigenlijk wel nodig. Maar weet je, om die 50.000 te halen heb ik... om die verbeterde jaaknikker te kunnen plaatsen moet ik 50.000 hebben. Dus ja, luchtvervuiling neemt toe. Ik weet het. Het is echt een chaos. Weet je, ik offer nu echt alles op om dit te behalen. En het daalt alleen maar. Nee. Ik heb hier een tijdje niks kunnen produceren. Ja... Niet echt handig. Eigenlijk heb ik een nieuwe oliebron nodig. Yes, we zijn er. Eindelijk. Ik heb de hele stad hiervoor verwaarloosd. We verdienen hier 25.000 per uur aan. Maar ik heb zoveel uitgegeven aan brandweer en gezondheid. Ja, dat is echt gewoon belachelijk, weet je. Het is op dit moment echt heel slecht voor de stad om zoveel... Omega-code produceren. De enige manier om dit snel te doen voor mij, voor zover ik weet, is met deze gigantische industriële uitbreiding. En ik ga het nu meteen upgraden. Dan kan ik, als het goed is, in de volgende episode ga ik dat dan doen. Ga ik deze episode straks afsluiten, maar ga ik in de volgende episode hiermee verder. En wat we nu kunnen doen, is een afdeling grondstofwinning. En je kan ook een afdeling commercie doen, maar denk niet dat ik dat wil doen. Kijk, de Vitol vliegtuigen zijn geloof ik alleen maar voor import van erts en olie. Maar dat, laten we zeggen dat het op dit moment niet nodig is. Nou, kijk, op een gegeven moment hebben wij alle grondstoffen opgeboord. En dan kan dit nog wel handig worden. Dus ja, ik weet niet. Grondstofwinning, dat is nu eigenlijk belangrijker. Maar ik kan dit natuurlijk... Weet je wat... Ik ga hier nog heel even mee wachten. Eerste ding in de volgende episode is dat ik een van deze twee kies. Als jullie nog iets weten, wat ik ook moet weten hierover, welke ik van de twee moet kiezen, zeg het dan. Want het volgende doel is 50.000 en dat zie ik zo snel nog niet gebeuren. Kijk, dit is leuk voor nu, grondstofwinning. Kunnen we iets sneller grondstoffen winnen. Maar het gaat allemaal wel prima. Ik zal het straks nog wel even laten zien. Gaat nu allemaal prima, dus dat heb ik nu niet hard nodig. Dit zou goed zijn voor de lange termijn, want dan kan ik, als we alles hebben opgeboord, kan ik snel importeren. Want als je nu gaat importeren via een handelsdepot, is de productie misschien helemaal niet bij te houden. Dus ik weet het niet. Laat even een reactie achter. Ik ben nu serieus aan het twijfelen. Eerst wist ik bijna zeker dat we dit zouden doen, maar ik zal nu even laten zien hoe goed het allemaal gaat. Dus we hebben helemaal geen extractiepijpen nodig. Hier, 12.000 vaten per dag. Dit was op een gegeven moment naar beneden gegaan, van 10.000 naar 4.000. En nu is het opeens weer 12.000. Ik snap het niet.
Ja, die heb ik een beetje verplaatst, heb ik geloof ik wel laten zien. Dit is een tweede oliebron. Ja, want dit produceerde maar 4000, lang niet genoeg. Dus een tweede produceert nog bijna 5000 extra. Nou, deze twee samen, 17.000 vaten per dag. Dat is echt wel genoeg. En je ziet hier dat het weggetje zo gaat. Maakt helemaal niet uit waar het hoofdgebouw staat. Zolang de ja-knikkers maar op een goede plek staan. Want hier is niks aan het boren, daadwerkelijk. Ja, ik zal het even laten zien met dit mooie kaartje. En dan zul je zien dat het net op een slecht moment. Nou, het is nog een prima moment. Even kijken. Jij hebt genoeg. Dus. Oh, kijk, de levering staat ook uit. Jij hebt genoeg, dus ik ga de levering uitzetten. Dit is ook dit een beetje regel. Ik wil eigenlijk niet dat het lager dan dit wordt. Dus ik heb hier nu als enige de levering aan. Dus hier gaat nu alles heen. Zo heb ik dit een beetje zitten regelen. Dan kijk je af en toe. Ik keek af en toe of we er al waren. Zo heb ik dat zitten regelen. En zo kan ik natuurlijk ook zien wie bij Omega cohort en wie niet. Dus het is nog wel aardig hier wat er nog bij kan komen, maar dat is niet echt goed voor de stad, aangezien het gewoon veel te veel luchtvervuiling veroorzaakt. Dus als ik heb gekozen, als ik het heb gebouwd, dan kan ik als het goed is weer gewoon onder die 25.000 komen zonder consequenties. Dat ga ik ook zeker doen, want deze leveren allemaal ongeveer 200 per uur op. Dit gaat allemaal weg. Dit hele gebied. Ja, het is een beetje belachelijk dat ik zo ver moest gaan om dat doel te halen. Maar dat is vaak in dit soort spellen. Je moet vaak echt heel erg ver een zijweg nemen om een bepaald doel te behalen. Maar dat hebben we nu dan ook gedaan, dus dat is fijn. En uiteindelijk wil ik de productie uitbreiden met nog een vierde Omega-Co-fabriek. Aangezien we meer dan genoeg grondstoffen daarvoor produceren voor nu, kunnen we dat prima aan. Weet je, de erts ligt hier gewoon klaar. En je kan waarschijnlijk nog wel een vrachtwagen erbij gebruiken. Maar erts is het probleem niet. Als er al een probleem is, dan is het olie. Maar dat gaat nu echt zo snel, die productie. Dus ik zie nu niet echt een reden om voor die extractiepijpen te gaan. Als jullie een reden hebben, ja, overtuig me. Want op dit moment zou ik liever voor die vital dingen gaan. Want dat is handig voor op de lange termijn als we alles hebben opgeboord. Dus laat even weten wat je ervan denkt. Ja, overtuig me als ik het fout heb. Doe dat vooral. En we verdienen nu ook gewoon prima. We komen boven de 1 miljoen. En we hebben nog een paar processors geëxporteerd. Maar dat valt allemaal wel mee hoeveel dat is. En in de volgende episode ga ik ook weer bezuinigen. Als dit allemaal weg is en ik zie de zieken afnemen, dan kan dit ziekenhuis weg. Dan kunnen we. Oh ja, hier heb ik ook kunnen bezuinigen. Die extra vleugel met behandelkamers heb ik wegbezuinigd. Dus dat bespaart 1400 per uur. We moeten echt gaan bezuinigen. Want het is een beetje belachelijk aan het worden. We kunnen veel meer verdienen dan dit. Ja, maar ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat was het alles voor nu. Tot de volgende episode.